Namaste, welkom bij Yoga op Klompen, welkom bij deze Yoga Filosofie Les. Vandaag gaan we het hebben over Dharana. Wat betekent Dharana? Dharana is one-pointed focus. Concentratie zou je het heel simpel kunnen noemen. Concentratie is iets wat, denk ik, in onze huidige maatschappij zeldzamer en zeldzamer wordt. Waarom? Omdat we zo ontzettend veel input hebben. We gaan met onze aandacht van het een naar het ander toe. We werken even, kijken even op onze telefoon, dan werken we weer, kijken weer op de telefoon, lopen weg om een kop thee te halen. Focus is iets zeldzaams. En in yoga is het ontzettend belangrijk, want als je wil mediteren, wil je eerst je zintuigen controleren. Pratyahara, wat in de vorige video is uitgelegd. Je wil je aandacht naar binnen brengen. Op het moment dat je je aandacht naar binnen brengt, is een ander deel van je hersens is eigenlijk actief. Niet het deel wat gaat over oordelen. Dat deel wordt als het ware uitgeschakeld. Dat deel kalmeert. Vandaar dat meditatie zo kalmerend is. Maar heel veel mensen die mediteren, die gaan zitten en dan ze zitten niet lekker. En als ze dan eindelijk de houding gevonden hebben, dan begint de rugpijn te doen. En dan, dan die gedachten en die gedachten. Ze kunnen het hoofd niet stilhouden. Vandaar one-pointed focus. Je hersenen willen iets te doen hebben. Zo zijn onze hersenen gemaakt. Maar in plaats van mee te laten gaan met al die duizenden gedachten die je in je hoofd hebt, probeer je ze één ding te geven en het daarop te laten concentreren. Je hersenen zich daarop te laten concentreren. In mindfulness zie je bijvoorbeeld heel veel oefeningen zoals met aandacht afwassen. Dus in plaats sopje maken, ram, 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 afwassen, ga je de temperatuur van het water voelen. Je gaat luisteren naar het geluid van de sop. Dit is geen meditatie. Het is een stap op weg naar. Het is het controleren van je zintuigen, ze gericht inzetten en ze proberen te richten op maar één ding, dat afwassen. Makkelijker, misschien makkelijker, lastiger, is om je ademhaling te gebruiken. Vandaar dat we in meditatie altijd heel erg focussen op onze ademhaling. Daarmee geven we onze hersenen iets te doen en tegelijkertijd door diep in te ademen, uit te ademen, in onze buik in te ademen, vanuit onze buik uit te ademen, kalmeren we ons zenuwstelsel. Daarmee kalmeren we vanzelf onze hersenen. Dus voor nu, sluit heel even je ogen. En elke inademing zeg je zachtjes tegen jezelf zo. En elke uitademing zeg je zachtjes tegen jezelf ham. En dit is een mantra, so ham, die meestal vertaald wordt als ik ben. En that's it. En eigenlijk vereenzelvigen we ons met deze mantra met het goddelijke. Zo op de inademing, ham op de uitademing. En blijf je focussen op die mantra. Zo, ham. Je gedachten afdwalen is totaal normaal.
roepen ze gewoon terug. En focus je weer op de mantra. Zo op je inademing, ham op je uitademing. Breng je aandacht dan weer langzaam terug naar het hier en nu. Oké, zo makkelijk is het. Focus op één ding. Dat is een van de redenen waarom we in het begin ook mantra's gebruiken in meditatie. We geven onze hersenen iets te doen. Een mantra. We focussen op de mantra. We herhalen de mantra. Het is nog geen meditatie. Het is zeg maar de voorfase van meditatie. Maar voor heel veel van ons is focussen op één ding al heel wat. In plaats dat we 100 gedachten hebben, hebben we maar één ding. Een mantra, een ademhaling of wat jij dan ook wil gebruiken. Daarmee kalmeren we onze hersenen. En daarmee bereiden we eigenlijk de weg voor dhyana meditatie. Die leg ik uit in een andere video. Als je meer over het achtvoudig pad wil weten, klik op de playlist. Heb je zin om een yogales, asana les, precies te zijn, te doen? Klik op die playlist. Als je het nog niet gedaan hebt, schrijf je in voor het kanaal. Druk op het belletje. Krijg je een melding als er voor jou een les klaar staat. Ik zie je bij die volgende video. Namaste.